Goedendag en leuk dat u kijkt naar U Online. We zetten het opvallende nieuws op een rijtje en kijken wat het bij u losmaakte op de sociale media. Sabine, jij weet er alles vanaf. Waar ging het over deze week? Er was onwijs veel aandacht voor Utrechtse sluwe kledingdieven. En het putdekselmysterie is nog steeds niet opgelost. 250 keer moest de brandweer uitrukken door de storm donderdagavond. Het KNMI gaf code oranje, want de hele avond was het raak. Windstoten tot 110 km per uur en flinke buien trokken over Utrecht. En dat leverde flink wat stormschade op in de regio, zoals hier in Nieuwegein. Daar viel een enorme tak op een auto en een huis aan de Kalmoesgaarde. De brandweer die kwam ter plekke om de Peugeot hier links in beeld weer te bevrijden. En iets verderop in Nieuwegein waaiden de dakpannen van huizen aan de Havezatendrift. Die straat werd eventjes afgezet, omdat de pannen dus om de oren vlogen. Rond 9 uur 's avonds waren de meeste problemen weer voorbij. Ja, ook minder treinen, een stormspits. Dit hield Utrecht even in zijn greep. Hè? Het was trending topic, zoals ze dat noemen. Het was niet te missen. En dat zagen we ook terug bij de reacties. We hebben ook foto's binnengekregen. Deze is van Mariska. Ze zegt boom om, gelukkig tussen de huizen door. En dit was dus niet de enige. Er waren heel veel bomen die omgingen. Ja. En we hadden ook nog een reactie van Tara. Dat is weer een hele andere situatie in haar tuin. De hele achtertuin in puinhoop. Ja, het zal je tuin maar zijn, wil ik bijna zeggen. Ja. En er waren ook veel instanties, zoals het KNMI en andere weerbureaus die verslag deden. En hier zien we een kaartje waarin de windsnelheden staan. En welk gebied natuurlijk flink getroffen wordt. En dat is de westkant van het land, inderdaad. Maar tot slot wil ik toch nog eventjes afsluiten met iets grappigs. Ik krijg er al een beetje glimlach van, want ik vond het wel heel erg leuk. Wat is deze? Er passeerden heel veel grappige plaatjes, de revue. Schade door harde wind valt mee. Nou. Ja, let dan even vooral op die broek, hè? Ja, Patrick, dankjewel. Op klaarlichte dag is een koeriersbedrijf in Lage Weide beroofd van kleding. Drie mannen namen voor 10.000 euro aan kleren mee uit een loods. En dat deed het trio op sluwe wijze. Het lijkt wel de ideale roof. Want op hun dooie gemakje laden de mannen hier dozen van de ene pallet naar de andere. Pakken daarna rustig een pompwagentje. Zo kunnen ze de pallets optillen en makkelijk mee naar buiten nemen. En uiteindelijk verdwijnt deze man al bellend naar een auto bij de rolpoort. Hier zien we hem gaan. Daarboven in beeld komt zo meteen een witte bestelbus, staat er. En daar verdwijnen al die dozen in. Die twee mannen gaan dat inladen. En een andere man wordt gevraagd om op de uitkijk te staan. Die rent naar een strategisch plekje. En de andere twee mannen die laden er buiten in en rijden met een bus weg. Ja, Sabine, ja. Jij zette dit op Facebook en het was het best belezen bericht van de week, hè? Meer dan 150.000 mensen heeft dit bereikt. En dat komt met name door wat je net zegt, dat die dieven zo aan iets komen wat niet van hen is. En dat zagen we ook terug in de reactie van Alexandra. Zij zegt, het is toch gewoon duidelijk hoeveel of weinig mensen er aanwezig zijn. Er is maar één regel. Wat niet van jou is, daar blijf je af, met heel veel uitroeptekens. Dat is duidelijk, ja. Ja, en er werd natuurlijk ook heel veel gesproken van, ja, hoe kan dat nou bij dat bedrijf? Ze gaan zo rustig te werk. Ja. En dat is iets wat Dickie ook is opgevallen. Of het bedrijf gaat heel slordig met de veiligheid om, of ze hebben hulp van binnenuit gekregen. Ja, de getuigen zijn nog welkom, hè? Ja, dat zeker. Ja. De dood van Dick Bruna die hield Utrecht deze week nog lang in zijn greep. De geestelijk vader van Nijntje stierf in zijn slaap op 89-jarige leeftijd. De familie kreeg veel condolences binnen. En ook zijn stad Utrecht, daar stonden mensen stil bij zijn overlijden. Bloemen liggen er ook op het Nijntjepleintje. Sitja en zijn zoontje Vince zijn hier vanmorgen naartoe gekomen voor een eerbetoon. Like a memory. I mean, for such a great person and such a great character. I mean, that's the only thing that we can do. So, yeah, that's why we are doing it. My son super loves it. I mean, he has a knopje of Nijntje. Without Nijntje, he cannot fall asleep in the night. Exact om 11 uur speelt de stadsbejaardier van de Domtoren bekende Nijntje-liedjes. Ook hier zijn ouders met hun kinderen op afgekomen. Ik vind het vooral een heel mooi idee dat ze over de hele stad te horen zijn. En ik kan me ook nog herinneren toen Dick Bruna 80 werd. Toen luidden ook alle klokken van de stad 80. En daar willen we nu ook bij zijn. En ik vind het heel mooi om te horen, heel mooi eerbetoon. Ja. Ja, mooi eerbetoon horen we al. Vonden de mensen dat allemaal op sociale media?
Dat was iets wat heel vaak terugkomt. Vooral die geluiden die uit de Dom kwamen, konden mensen heel erg waarderen. En dat is ook wat de familie heeft laten weten. Dat zien we hier op het berichtje achter ons. Ze hebben gezegd van jongens, hartstikke fijn. Alle steunbetuigingen en berichtjes die we krijgen, daar hebben we echt heel veel steun aan. Maar er was ook nog weer leuk nieuws rondom dit onderwerp. Want we zagen ook heel veel nijntjes opeens weer voorbij komen. Ja. Het is eentje op een brug. Ik weet niet precies waar het is, maar er kwamen er echt zo heel veel voorbij. En om aan te tonen hoe groot Nijntje wel niet is en hoe werelds, stuurde ook het consulaat in Toronto in Canada een bericht. Nijntje met een traan. Nijntje met een traan. En dat is ook een van de plaatjes die veel voorbij kwam. Ja. De een verzamelt pennen en de ander is gek op postzegels. Maar Erik Kuiper uit Breukelen die heeft zijn huis volstaan met bijbels. 600 stuks inmiddels. En hij heeft ze in alle soorten en maten. Dit is dus mijn kleinste bijbeltje. Kleine bijbels, grote bijbels. Een bijbel met onleesbaar kleine lettertjes. En met een loep erbij, dan kan je inderdaad lezen. Tja, echt makkelijk leest het niet. Net als deze braille bijbel. Voor mij niet te lezen, maar voor een heleboel mensen die er afhankelijk van zijn, is het natuurlijk een hele uitkomst. Erik spaart ze. Zijn vrouw kocht ooit een stapeltje bijbels bij de kringloopwinkel. En toen hield Erik niet meer op met sparen. 600 heeft hij er. 600 bijbels thuis staan. Is dat gewoon een privécollectie van Erik? Of, Nou, hij heeft het inmiddels openbaar gemaakt. Dus als we zin hebben, kunnen we ook een kijkje gaan nemen. Dus wat denk jij? Het is een soort museumpje geworden. Ja, het is een museumpje geworden. Dus we kunnen een datum prikken. Nou, mooi voor de zondagmiddag. Waar ligt hij toch? De oudste putdeksel van de regio. Een paar weken geleden. Toen starten we een zoektocht. Dat leverde heel veel reacties op. Maar Sabine, hebben we die oudste nou eindelijk al een keer gevonden, of niet? Ja, dat is dus echt de vraag. We hebben er nu heel veel gevonden. We zien ze hier achter langskomen. Kijk. Dit is de ene oudste. Het is 1921. Merwede. Ja. En dan, daar is die. Dit is 1919 op de Maliebaan in Utrecht. Dit is tot nu toe de oudste. Maar we vragen ons af of dit inderdaad echt die ene is die we zoeken. Of dat er nog eentje is. Kijk, dus tips zijn nog altijd welkom. We zijn nog steeds op zoek naar tips. Deksels zijn dus nog welkom. Nog een kleine 2,5 week en dan mogen we weer naar de stembus. Om u te helpen met uw keuze schuiven vanaf maandag de lijsttrekkers van de grootste partijen aan in onze studio. U vandaag wordt dan eventjes u kiest. En onze stamgasten die gaan op pad om te kijken hoe de belangrijkste verkiezingsthema's in de regio leven. Hebben jullie geraniums thuis? Daar zit ik niet achter. Nee, ja, je voelt hem wel aankomen. Hè? Ik heb dit jaar weer meer moeten betalen voor mijn verzekeringspremie. Ik denk iedereen. Dit baan is 5 werkdagen. Nou, hier staat het Spakenburg Volkslied op. Zing eens een klein stukje. Aan het mooie IJsselmeer, veilig bij de dijk. En dit is natuurlijk weer een dijk. Alleen ik mis mijn avondkusje. Ah, krijg je van mij. Uw avondkusje. In de komende 2 weken gaan we die stamgasten dus nog meer op pad zien. Alle lijsttrekkers komen voorbij. Op Facebook ook? Facebook wordt niet overgeslagen. We krijgen iedere dag een lijsttrekker op bezoek. Van Rutte, Pechtold tot Roemer. Heel veel aandacht. En mensen kunnen ook hun vragen stellen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Hoe kunnen we die insturen, die vragen? Kan via Facebook. Dat zou ik gewoon eventjes doen. Via de Messenger of gewoon via de mail. Dan kunnen ze ons gewoon bereiken. Kijk, en dus live op Facebook gaan we die vragen dan stellen. Ja. Ja, dus dat zie je ook allemaal voorbij komen. Dus mensen kunnen het ook gewoon allemaal zien. Kijk, je had nog iets leuks met de verkiezingen, toch? Ja, je zit al een beetje op mijn schermpje te gluren. Dus ik ga maar meteen eventjes aanklikken. Wat denk jij wat deze meneer gaat doen met de verkiezingen? Waarom zit hij naast de burgemeester, bedenk ik me vooral. Maar, dat is een hele goede vraag. Dit is meneer Albers, 94, komt uit Stichtse Vecht en hij gaat stemmen tellen. Stemmen tellen? Op zijn 94? Ja, hij heeft dat altijd al een keer willen doen. Tot nu toe nog nooit opgegeven. En nu dacht hij, ik grijp mijn kans. Kijk. En dat gaat hij dus doen, mooi. Ja. Ja, de politieke vragen die zijn dus allemaal welkom bij ons in die Facebook Live of via de mail. Maar je krijgt veel meer mooie dingen op Facebook binnen. En tot slot wilde jij nog iets delen met ons. Ja, zeker. Ik blijf maar doorgaan met die foto's, want ik vind ze ook gewoon heel erg leuk. Dit is in Utrecht, op het Vredenburg. Wanneer denk jij ongeveer dat dit is? Ergens jaren 70 of zo aan de auto's te zien. Maar... Ja, want er staan nog auto's, die staan er nu niet meer. Maar dit is in de jaren 60. De jaren 60. Ja. Het Vredenburg met de auto's. Zeker. Ja, en dan heb ik er nog eentje om mee af te sluiten. De trots van Utrecht. Kijk, de Dom. Mooi. Ja. Met de weilanden ervoor. Robin Pullus was weer eens lekker op dreef. Kijk. En met die mooie foto's zijn wij aan het einde gekomen van deze U-Online. Heeft u meer van dit soort platen, stuur ze gewoon naar ons op. Dat kan via de mail of via Facebook. Ja, en misschien ziet u ze dan volgende week wel terug hier in U-Online. Ik wens u een fijn weekend. Dag.